Tweede dag Jazz Middelheim en vandaag duiken we in de geschiedenis van het festival met Charles Lloyd, Enrico Rava en Kenny Werner. Want dit jaar bestaat Jazz Middelheim 50 jaar. Hoe lang komen jullie al? Ja, dat zal ongeveer 30 jaar zijn, denk ik. Jo? Voor mij 3 jaar. Ah, oké. Ik ben een nieuweling. Dat is de eerste keer. Ik durf dat bijna niet zeggen, maar dat is de eerste keer. Ik ben mordas lang geleden, zeker 10 jaar geleden, ben ik hier nog eens 2 jaar achtereen geweest. Dat zal een jaar of 6, 7 zijn, vermoed ik. Ja, ja, we komen altijd samen. Ik denk 20 jaar dat ik hier kom, ja. Dat is de eerste keer. Ah, ja. Ja, de eerste keer. Fantastisch. Maar we doen dat voor onze papa. Het was een cadeau voor Vaderdag. I think it must have been with Toots, but it might have been with the Brussels Jazz Orchestra. I can't tell you which is the first time, between 10 and 20 years ago. Yeah. So I was the first person, actually the only person, to bring the Brussels. Oh, good, brother. Oh, man. Mr. Lloyd, thank you so much. Wow. Well, you see, that just made my day. Yeah. Now I'm feeling good. Wow. Many jazz festivals changed because they became more like almost pop festival, which is okay for me. I have nothing against it, but it's a change band. When an old rocker is out of fashion, they play the jazz festivals because they still draw 100,000 people that like hasn't seen Bob Dylan in a long time, you know, whatever. But you know, whatever they have to do to keep afloat, I at least respect the festivals that use that to finance, to make sure that not just people on my level or even Charles Lloyd or Joe Lovano still have festivals to play, and then also to continue to stimulate great young musicians, and they are invited to that festival too. Vandaag mag ik hier 4 keer de clubstage vullen, 4 keer spelen met 4 voor mij relatief nieuwe of helemaal nieuwe bands. Ik dacht, oké, nu is het voor echt of zo. Ja, ik word 30 in november en dat is zoiets wat ik nog voor mijn 30 heb kunnen waarmaken. Ik ben super trots dat ik dat hier mag doen. Ik denk dat ik ongeveer 12 moest geweest zijn. Ik had Bert Joris gezien heb toen. En omdat ik niets van jazz kende, was dat voor mij mega far out. Terwijl dat die dat eigenlijk totaal niet is. Maar toen wel, omdat ik nog niets begreep van solo's en zo. Ik had altijd klassieke muziek gedaan. En dan ineens was er zoiets mega vrij en ik vond dat wel leuk en ik wou dat wel ontdekken hoe dat je dat moest doen, hoe dat ik moest loskomen van mijn korset, een beetje mijn klassieke korset. Wat was dan eigenlijk jullie mooiste herinnering aan Jazz Middelheim? Red Mitchell, dat schiet me nu te binnen, maar dat is ontiegelijk lang geleden. Bassist Red Mitchell, ja, dat vond ik. Philippe Catherine met Tom Harrell. Ik heb een hele Biasio. Ja, vond ik een heel intiem, heel ruimtevol concert. Heeft mij enorm naar de ziel gegrepen. Zo. Vond ik super. Melanie de Biasio, dat was de tweede keer dat ik haar toen zag. En dat was wel een evenement voor heel veel, voor duizenden mensen hier aanwezig. En Toets natuurlijk. Waar ik direct aan denk is Toets Tielemans natuurlijk. Hè. Dat is vrij evident, maar dat is toch altijd heel speciaal geweest. Playing What a Wonderful World with Toets. Probably at his tribute, I don't know if it was his 90th or 80, maybe it was the 90th. And we're playing Wonderful World and everybody is in tears. Ik heb de mooiste herinneringen niet aan één bepaald iemand, maar aan verschillende soundchecks 's ochtends. Als je vrijwilliger bent, dan kan je af en toe een privéconcertje krijgen zonder publiek en dan in de stilte van het park. En natuurlijk als vrijwilliger is het leuk. Je komt hier terug mensen tegen die je misschien een heel jaar niet ziet en waar je hier dan terug mee samenwerkt. En iedereen komt eigenlijk voor de leuke sfeer. Het is echt wel uniek en de plek is zo mooi gekozen. Dus ik ben heel blij dat het er is en ik hoop dat het nog lang kan blijven bestaan. Thank you.